Welkom in deze bijzondere dorpsaccommodatie van Rietmolen. Van harte welkom bij de officiële start van de nieuwe aanleg van de Twente-route, de N18. Een spannend moment, maar vooral een heel bijzonder moment. Een moment, denk ik, waar lang naar toe is geleefd door jullie en waar vooral heel erg naar is uitgekeken. We staan ook op een bijzondere locatie hier in Rietmolen, niet voor niets gekozen, want dit ligt op de helft van het tracé van de nieuwe Twente-route. En iets verderop ligt de grens van de twee prachtige provincies Overijssel en Gelderland. Dus niet voor niets. En ik wil graag uw aandacht vragen voor drie bijzondere sprekers. En we beginnen met iemand, het is bijzonder dat hij hier is, namelijk de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. Een applaus voor Jan-Hendrik Dronkers. Ja, hartelijk dank. Ik stond net tussen twee gedeputeerden in en dan is het altijd van in welke provincie sta je nou precies. Maar dit is nog de provincie Gelderland. En dat naberschap, dat echt werken vanuit de basis van vertrouwen om elkaar wat te gunnen en er voor elkaar te zijn, dat is een groot goed in deze regio en dat moet u zeker behouden. Dus trots en blij om hier te zijn. Maar ik ben hier niet alleen. Ik noemde de gedeputeerden net al, die hier ook aanwezig zijn, maar ook de bestuurders van de gemeente, de bestuurders van de regio, ambtenaren, de aannemers, ja, iedereen is hier. De mensen die hier ook wonen, voor een deel, die zijn hier ook. Fantastisch dat we nu uiteindelijk de vlag uit kunnen steken om nou ook met de start te beginnen. Iedereen heeft eigenlijk aan dit project wel een bijdrage geleverd en ook een financiële bijdrage. En dat is denk ik mooi dat die gezamenlijkheid in dit project ook zo tot uiting komt. En de doelen van het project, waarom we dit allemaal doen, die mogen er zijn. Maar ook de sociale infrastructuur, het sociale weefsel, ik pak al over de NABOD ligt hier, de gemeenschappen die zijn hier heel hecht, ja, die worden natuurlijk ook doorsneden. Zorgvuldigheid, dat zijn wij, alle die hier in dit gebied bezig zijn, aan u echt verplicht. En daar mag u ons ook op aanspreken, totdat het hele project klaar is en ook nog in de nazorg. Het is echt van belang om dat te doen. En ik hoop dat de hinder voor de weggebruikers en voor de omwonenden zoveel mogelijk kan worden beperkt. Ze hebben ook gebiedsconcierges. Nou heb ik bij het woord concierge niet zo'n positieve associatie. Want op de middelbare school moest ik me daar nog al een keer melden. Maar zij zijn altijd wel aanspreekpunt. En ze zijn dus ook aanspreekpunt voor omwonenden. Er wordt hier een megaklus in dit gebied verricht. Zorgvuldigheid staat erbij voorop. Maar ik hoop echt dat daardoor het gebied een impuls krijgt. Want infrastructuur en ook moderne infrastructuur is een voorwaarde voor economische ontwikkeling. En ik hoop dat de mensen in dit gebied hier nog heel lang mogen leven en werken. Dat verdienen de mensen in dit gebied, maar dat verdient ook dit gebied. Hartelijk dank. Dank u wel. En de gedeputeerde van de provincie Overijssel, mevrouw Connie Wiesen. Oh, pardon, sorry, Gelderland. Ik haal Gelderland en Overijssel gewoon door elkaar vandaag. Excuses. We zitten zo dicht. Daar heb je dus ook met veel mensen altijd moeten onderhandelen. En dat betekent ook, als je met veel mensen bent, dat die belangen niet altijd gelijk zijn. En ook dat kan je merken. Want we hebben het over een stukje aanleg van een nieuwe weg, maar we hebben ook over het verbeteren van een stukje bestaande weg. En dat doet met name in Gelderland af en toe ook een beetje pijn, want die zeggen ook eigenlijk waarom is dat stukje niet meegenomen. Ik benoem het nu maar toch, want dat is wat er in de Achterhoek leeft. Maar hij wordt wel beter en hij wordt vooral ook veel veiliger. En dat is een punt wat we inderdaad met z'n allen nagestreefd hebben. He, dat tweede punt van die bereikbaarheid toch ook nog maar eens benoemen. De Achterhoek staat in Den Haag bekend. Ik gebruik het woord zelf nooit zo heel graag als krimpgebied. En ja, moet je daar nou trots op zijn? Volgens mij moet je daar gewoon alleen mee aan de slag. En moet je gewoon kijken welke dingen je dan moet doen. En het eerste wat je op orde moet hebben als je je bedrijven hier al wilt houden, dan praat ik nog ineens over nieuwe, dat is dat die bereikbaarheid juist goed moet blijven en daar waar het kan verbeterd moet worden. Want daar hebben al die bedrijven die hier zitten belang bij. En de Achterhoek is bekend vanwege de maakindustrie. En dat betekent dat hier gewoon goederen vervoerd moeten worden. Want ja, als je iets maakt, moet het ook ergens naartoe. Je produceert iets en het moet verkocht worden en dat gaat vaak de hele wereld over. En als die bereikbaarheid door die nieuwe Twente-route gaat verbeteren, dan hoop ik dat dat ook goed is. En dat nieuwe bedrijven hier ook willen komen. Want we hebben hier geweldige mensen met een hartstikke mooie arbeidsmentaliteit. En dus zegt het voort, komt allen hier naar onze regio toe. Want het is hier goed toeven.
Niet alleen omdat ze mooi is, maar ook om dat beroemde nabuurschap. En als je dan tegen een tegenslag aanloopt, dan is het ook weer zo ontzettend belangrijk dat al die partijen waar we het net over gehad hebben, met elkaar ook weer die oplossingen weten te vinden. En ik hoop, ik heb net al de partijen bedankt die tijdens het eerdere overleg allemaal aanwezig waren, maar dat ook de aannemer, nummer 18, en dat zijn een aantal samenwerkende partners, dat die samenwerking die wij tot nu toe hebben gehad met alle partijen, dat die ook weer voortzetten. En dat we het gesprek met elkaar blijven aangaan en dat we met elkaar blijven zoeken naar de goede oplossingen als we ergens tegenaan gaan. We nu naar die van de provincie Gelderland, grapje. Overijssel, de heer Bert Boerman. Het heeft ook even geduurd, maar vandaag gaat dan toch die officiële schop de grond in. Er is geen weg terug meer. Uitgangspunt was en is dat het tracé het landschap volgt. Met als doel om het landschap, de landerijen en de huiskavels zo min als mogelijk is te doorsnijden. Er is dus veel geïnvesteerd in verbindingen over en onder de weg voor meer veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Voor niet alleen de mens, maar ook het dier en het landschap. En waarbij op het laatste moment soms betere, maar ook duurdere oplossingen gekozen zijn. En 18 is echt een mooi voorbeeld waarin de infrastructuur en natuur met elkaar gecombineerd kunnen worden. En dat maakt deze weg in deze regio nog aantrekkelijker. Nog aantrekkelijker om te wonen, te werken, maar ook om te recreëren. En daarmee proberen we toch de economie en de werkgelegenheid in beide provincies te stimuleren. Bij de realisatie van zo'n project als dit horen natuurlijk niet in de laatste plaats de inwoners en de betrokkenen uit het gebied. Want mede dankzij hun grote inzet hebben zij dit project tot een goede start gebracht. En wij willen graag met hen ook dat goede resultaat vieren. Ik ben blij dat ik nu in ieder geval samen met u de start dit moment mag vieren aan de werkzaamheden van de N18. Dank u wel. Ja, het is wel duidelijk hoe hard er is gewerkt naar dit moment en hoe belangrijk het is dat die nieuwe Twente-route er komt. Dan is het nu tijd voor de officiële starthandeling en daarvoor wil ik u vragen om mij te volgen naar buiten. Wij hopen als Haaksbergen in de toekomst dat toch ook de weg richting Doetinchem uiteindelijk ooit een echte autobaan zal worden, omdat dat vooral voor de Achterhoek en voor Twente ook gezien de krimp van economische enorm belangrijk zijn. Wij als Oost-Gelre willen graag een evenementengemeente zijn, hè, om er maar twee heel belangrijke te noemen. Dat is de Zwarte Cross in Lichtenvoorde en de Slag in Groenlo, of om Gollen in Groenlo. Ja, die ken ik. En daar komen toch 100.000 mensen op af, hè, in totaal. Die moeten snel aan- en afgevoerd kunnen worden, dat is van belang. We hebben een regionaal bedrijventerrein, de Laarberg, daar gaat hij nu vlak langs. Dus wij hopen dat het daardoor ook op Laarberg, maar ook Lindenbroek en Lichtenvoorde, dat het daar een positieve uitwerking op heeft. En ik hoop, want dit is een Noord-Zuidverbinding, dat we ook een keer kunnen openen een nieuwe Oost-Westverbinding. Die dan vanaf de A1 over de Laarberg A31 loopt in Duitsland. In mijn gemeente kun je dus echt duidelijk zien van waar de A18, dus de snelweg, ophoudt bij Vassenveld. En die gaat over naar de N18. En daar kun je eigenlijk al zien van wat voor bottleneck dat eigenlijk heeft. Ook voor de achterliggende wegennet, zoals bijvoorbeeld de weg 318... Naar Winterswijk en naar Aalten toe. Weet u hoeveel stoplichten daar van Vassenveld naar Enschede staan? Veel. 28. Daar verandert natuurlijk nogal wat. Ja. Nou, eigenlijk is het ook voor het waterschap Rijn en IJssel een hele opgave geweest om te zorgen dat we onze waterlopen, en dat zijn er in dit gebied in het hoofdzakelijk Gelderse 13 die de weg kruisen, om daar een goede oplossing te vinden. Overigens hebben we ook nog even te maken met 3 nieuwe bruggen die onze Berkel en onze Bovenslingen, de Schipbeek, ook maar overkruisen. Dus dat is nog een samenwerking voor gebeuren. En de volgende opgave voor ons zou zijn, en ook, dat doe ik ook graag in een heel grote samenwerking, dat we samen met de provincie, en zeker met Rijkswaterstaat en Waterschap, de natuuropgave die in dit gebied nog gecompenseerd moet worden. We hebben 30 hectare, hebben we de getallen straks gehoord, natuur op een andere manier gebruikt. Dat betekent dat wij als waterschap daar een heel goede functie in zouden kunnen vervullen. En daar zijn we overigens ook goed in overleg om te kijken of met compensatie bij het herstel van beken en de herinrichting van beken en waterlopen, om daar de opgave van natuur ook in op te pakken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja! Wees je eerst naar boven, het is een wedstrijd.
aangeheten zijn. U mag er nog wel even applaudisseren hoor. Ja. U mag trots zijn op dit moment. Het is eindelijk daar. Want Nobe 18, ja, aan jullie de taak om dit nu te gaan realiseren. Directeur ervan, Rudolf van der Meulen. Een prachtige klus om te klaren, lijkt me. Wat is hier nou zo mooi aan? Wat is zo'n mooie uitdaging aan het project? Wat heel bijzonder is, is dat wij nu een stokje over mogen pakken van heel veel bestuurders en mensen die in het voortraject samengewerkt hebben. Wij proberen die samenwerking weer met nieuwe elan voort te zetten. Nieuwe energie in het project te steken en ook echt daadwerkelijk heel veel te gaan realiseren in een hele korte tijd. We pakken niet alleen 27 kilometer nieuwe weg op, maar ook 45 kilometer onderliggend wegennet. Dat is ontzettend veel. Bijna 70 kilometer weg die we moeten ontwerpen, bouwen, onderhouden. Oké, 3, 2, 1, tadaa! Ja! Confetti erbij, dat hoort bij het feestelijke moment. En als het goed is, krijgt u ook een glaasje champagne. Ja, prachtig plaatje zo, hè?